iedereen, in een paar video's terug hebben wij dit apparaat getest, de SodaStream. En dat was onze first try en review video. En in die video hadden we jullie ook gevraagd of wij dit apparaat nog met andere smaakjes of andere drankjes zouden moeten uitproberen. En dat leek jullie ook heel erg leuk en we kregen ook heel veel reacties binnen. Nou, het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling om dit apparaat te gebruiken met andere drankjes of andere vloeistoffen dan water. Dat weten wij. En we gaan het toch gewoon doen. Want we zijn dan heel erg geïnteresseerd in waar we allemaal koolzuur aan toe kunnen voegen. Ja, we hebben wel een paar hele leuke ideetjes van jullie gekregen die we vandaag gaan uitproberen. Ik denk dat ze sommige lekker zijn en sommige iets minder. Mm-hmm, ja. En laten we maar gewoon meteen beginnen. Nou, we beginnen met de eerste drank en dat is koffie. En je mag geen warme drank in dit apparaatje stoppen. Dus we hebben de koffie gezet een tijdje geleden. Laten afkoelen, even in de koelkast gezet. Dus hij is lekker koud. En we gaan hier nu prik aan toevoegen. Ik ben heel erg benieuwd, want koffie met prik lijkt me eerlijk gezegd niet lijkt zo erg lekker. Lijkt me echt super vies, ja. En zoals je ziet hebben wij deze fles dus helemaal niet tot de bovenkant gevuld. Omdat het ging de vorige keer mis met de wijn. En we willen het apparaatje niet mollen. Dus we dachten, we doen het gewoon veilig en doen er niet zo heel veel vloeistof in. Wauw, het begint echt heel onwijs te bubbelen. Maar ik ben in ieder geval blij dat hij niet overstroomt. Dus we hebben het hier nog lekker schoon gehouden. Er zit wel prik in, hè? Er zit heel veel prik in, volgens mij. Oh, dat is heel raar. Oeps. Zo. Heel veel schuim, inderdaad. Koffiefrisdrank. Hij ruikt echt heel erg koffieig. Nou, cheers. Dat is echt heel vies. Maar het smaakt echt heel erg naar koffie, nog steeds natuurlijk, maar... Ja, ik vind het nog niet eens zo heel erg slecht. Ja, het is wel echt bitter. Eigenlijk zou ik het ook gewoon voor gewone koffie zeggen. Precies hetzelfde smaak. Anders. Wil je er melk en suiker in doen en dan kijken of je het lekkerder vindt? Ja, het is wel heel apart. Het lijkt zeg maar wat dunner ergens. Maar dat is volgens mij gewoon optisch omdat er bubbeltjes in zitten. Ik vind het niet lekker. Maar het smaakt minder naar koffie dan koffie. Die bitterheid van die bubbeltjes, die proef je ook echt goed in terug. Ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen het echt lekker vinden. Het vermindert wel echt de bitterheid van de koffie. Zo, het is wel echt inderdaad goed te doen. Ik ga bij jou wat suiker en melk erin doen. Kijken of je het dan lekker vindt. Klein een beetje. Oeps. Zoiets. Wil je Hoeveel ook Hoeveel suiker wil je? Veel. Beter? Het is misschien ietsje beter, maar het is nog steeds... Ja, het is gewoon, ik ben niet een super erge grote koffieliefhebber. Ah, oh, ik vind het minder lekker. Zoals. Ja, ik denk inderdaad zonder melk en zonder suiker dat het net iets meer koffieachtig is. Je verliest het nu een beetje. Ja, nu wordt het gewoon heel raar. Dat maar is echt hoe ik het kan beschrijven. Verder vind ik deze wel echt heel erg goed gelukt. En ik kan me voorstellen als je een echte koffieliefhebber bent, dat je dan deze variant met bubbels ook lekker vindt. Nee? Ik ben best wel een koffieliefhebber, maar ik vond... Hij is oké. Okay. Hij is oké. Normaal is koffie lekkerder. Nou, we zijn klaar voor de volgende en dat is Frissy. Deze hadden we in ieder geval ook in de comments gezien en het leek ons wel heel erg grappig om deze te gaan uitproberen. Dus we hebben weer even een klein laagje erin gedaan. Het leek mij echt super lekker. Ik ben echt dol op Frissy. Mm-hmm. Frissy met prik. Klinkt echt als de hemel, maar eigenlijk zie ik nooit dat ze prik toevoegen aan melkproducten. Dus het zal wel niet zo lekker zijn. Oké, okay, hij spuit wat hoger. Het is net een milkshake. Oeh, rot. Het lijkt alsof het ruikt het helemaal. Ruik je het? Eeuw, ja, dan krijg ik een beetje zo'n fristieboer. Ja. Zelfs iemand fristie heeft gedronken, dan zo'n boer. Oh, er zit ook een hele bel aan. Ik weet niet of het kan zien. Ik ben benieuwd of het beter is of slechter dan de original. Heeft het wel gewerkt? Ik zie bijna geen... Oh jawel, volgens mij zit er een heel klein beetje bubbels in, maar het lijkt bijna niet te hebben gewerkt. Ik heb echt veel meer, sorry. Oh ja. Het heeft bijna niet gewerkt, maar ik proef het heel lichtjes. Lichtjes inderdaad, dus misschien lukt het niet goed met zuivel, maar het is echt best wel lekker. Ja, het is zeg maar alsof het een beetje speelt op je tong. Het zeg maar deze eerste druppel variant, maar dan nog net iets lichter. Maar het maakt hem iets minder... hoe moet ik het zeggen? Zuivel is soms best wel een beetje dikkig.
Ja. Zit een beetje op je tong of zo. En het lijkt net alsof het nu dunner is geworden door de prik. Ja, dat is een beetje van je tong afgeleid. Wat we dus ook hadden met de koffie. Ja. Het voelt wateriger, dunner, soepeler. Glijdt soepeler door de mond. Mm. Wat vind je ervan? Frisie met prik? Nou, vet awesome. Ja, ik snap niet dat ze dit niet bad. In de winkels verkopen. Ja. Inderdaad. Is echt lekker. De derde drank waar we koolzuur aan toe gaan voegen is appelsap. Yeah. Yay. En volgens mijn vriend was dat dus helemaal niet zo raar. Nee, klopt. Hij zei tegen mij, van, ja, daar overal in het buitenland heb je appelsap met prik. Behalve Nederland. Ja, mijn vriend die doet ook heel vaak gewoon bij zijn appelsap een beetje spa rood. Dus ja. Ben benieuwd. De verwachtingen zijn hoog. Ja. Ik denk dat het een soort van alcoholvrije appelsuur. Ja. Ja. Ik ben benieuwd. Zou dus lekker dat zijn. Dat is wel heel erg nice. Oeh. Ik blijf dit echt fantastisch vinden, hè? Het gaat echt ver omhoog ook gewoon. Oeh, deze gaat weer veel harder dan die frissie. Ja, ik denk dat hier zeker best wel veel prik in zit. Lijkt een beetje op bier nu, hè? Oeh, er komt best wel veel uit, inderdaad. Misschien lijkt het een beetje op kinderchampagne, ja. Trouwens. Die heb je wel bij de Hema. Daar heb je altijd de frambozensmaak. Ja, en je hebt ook de appelsmaak, dat is de groene. Alright, cheers. Hij bruist goed. Mmm. Het proeft een beetje naar een bekende frisdrank met appelsmaak. Gewoon spa fruit met appelsmaak. Ja, want die tintelt een beetje. Of dat tintelfruit, volgens mij heet dat zo. Maar deze heeft meer smaak. Ja, vet hij, lekker. Hij smaakt zeg maar wel iets minder zoet en iets wateriger als normale appelsap. Maar dat vind ik juist wel heel erg lekker. Maar ik moet wel even zeggen dat deze bubbels minder heftig zijn dan als je er water in zou doen. Ja. Dus we zouden het inderdaad ook nog met de 3 druppeltjes kunnen doen. En dan heb je denk ik echt de grote bubbels zoals je in cola en spa rood hebt. Deze kleine bubbels vind ik wel heel erg lekker. Ik ook. Het is echt zo tintelend op je tong. Love it. Onze volgende drank is chocolademelk. Volgens mij hebben we deze ook uit de comments gehaald. En ja, volgens mij echt heel veel mensen willen chocolademelk zien. En voor deze chocolademelk hebben we gekozen voor Chocolonely. Tony Chocolonely, ja. Ik zeg het sowieso altijd het woord fout. Maar ik heb deze nog nooit geproefd en ik ook nog niet. En we dachten, deze moet meestal zijn. Ja, dus we dachten, deze zijn wel perfect voor de test. Moet je kijken, al een vies remspoor hierin zitten. Ja. Nou, omdat de frissie en de appelsap, die hadden net wel prik, maar niet zo heel erg veel. Dus we dachten, we gaan bij deze, ik wilde zeggen bad boy. We zeggen precies hetzelfde als wat jij vorige keer zei. Waar ik je om uitlachte. Gaan we er 3 druppels doen, dus extra veel bubbels. Ja, nu hoop ik wel dat dat niet betekent dat die wel weer gaat overstromen. Want ik weet niet of het dan heftiger is of wat dan ook. Maar laten we eventjes allemaal fingers crossed doen. Dat het goed gaat. En wat denk jij van de chocolade prik? Lekker? Ik denk echt dat het heel vies is. Ik denk dat het niet zo lekker is als de vis. Want ik hou ervan als chocomel lekker romig is. En ja, dus. Nou. Maar we gaan testen voor jullie. Het lijkt echt op een chocolademilkshake zo, hè? Ja, hij Zo, ja, er zit wel een prik in. Moet je kijken hoe hoog het komt te bellen. Oh, ik ben blij dat we er niet meer in hebben gedaan, ja. Ik denk echt dat we tot precies het maximale limiet zaten. Dus dat was tot bij deze tekst. Want deze bellen komen helemaal tot boven. En ik zat echt al gewoon af te wachten tot het weer zou gaan overstromen. Hij is nog wel even dun. Natuurlijk, ja, ik denk elke keer dat het weer een heel ander soort drankje wordt. Dat is natuurlijk niet zo. Want er zit er gewoon alleen Had ik nog klonten of was dat gewoon... Nee, we waren gewoon bellen, denk ik. We waren gewoon bellen. Cheers. Oh, het is heel raar. Sensatie. Dat is ook het enige wat ik ervan kan zeggen. Het is raar. En niet per se raar op de goede manier. Ja, het is niet zeg maar super ranzig. Ik bedoel, ik kan dit wel opdrinken. Maar het is een beetje dat lekkere, romige. Dat, van chocolademelk. Dat heeft dan nu in één keer een soort van prikkels gekregen die ik ook helemaal op mijn lip voel. Ik kan niet zeggen van dit is... Het is gewoon raar. Klaar, het is gewoon raar. Heb ik een melksnoor? Het is zeg maar zo van, hier heb je een glaasje chocolademelk. En ik heb per ongeluk wat spa rood in laten vallen. Als je dit geeft aan iemand en die verwacht echt chocolademelk, die baalt. Die spuugt het uit. Heel raar. Het is zeg maar, ik kan het niet zeggen van het is chocomel met prik. Het is prik met chocomel. Prik met een chocomel nasmaak. Nou nee, ik zou het andersom zeggen. Ik vind dat je echt nog wel goed die chocolademelk proeft.
En dan krijg je een soort van, hey, spa rood, ik ben er ook nog. Of zo. Maar het is echt minder geslaagd. Het is goor. Hij zo? Ja. Hij is weer ook zo. Weet je wat hij zegt? Hij zegt, als je me niet gaat scheten in mijn huis. Let me think. Nou, we hebben nu 4 drankjes in totaal gehad. En het is wel zo mooi om er een mooi cijfertje van te maken. 5. Dus ik zat te denken, wat gaan we doen als 5e variant? Ik heb het gevoel dat Tara daar al een antwoord op heb als ik, zoals ik naar het gezicht kijk. En ik weet ook niet wat er aan de hand is nu. Ik ga er even wat bij pakken. Dit is mijn barcard. En laten we er iets van pakken. En kijken of, want vorige keer hadden we wijn met prik. Vet lekker. Ja, oké, het viel mee. Het was niet heel erg lekker. Het was lekker. Maar ik vroeg me af, we kunnen nog een keer wel een alcohol doen met prik erin. Mm-hmm. Dat heb je eigenlijk gewoon niet. Ja. Het zal wel zijn reden hebben. Maar laten we gewoon eens kiezen. Oeh, deze limoncello. Oh ja, dat lijkt me wel. Ja, pak maar. Limoncello. Laat ik eventjes heel mooi aan de kijkers zien. Hop. Ja, deze heb ik een keer van mijn tante gekregen voor mijn... Oh. Van mijn verjaardag. Ik heb nog steeds niet geopend. Nou, mooi. Dan gaan we deze. Dat ja, als je kijkt. Hartstikke bedankt. We zijn heel erg benieuwd hoe dit gaat smaken. Want het is lekker gewoon citroenig. En dat denk ik wel lekker na zo'n chocoladebom van net. Hoeveel moet je hier normaal van drinken eigenlijk? Ja, weet niet. Zoveel als je kan, denk ik. Het lijkt net neonkleurig. Ja, het ziet echt mooi uit. Oh, hij is heel smoky. Moet je kijken. Ja, er komt heel veel rook vanaf. Deze hoe zou dat komen dan? Ik snap dat niet. Ik ben benieuwd. Ik denk dat dit wel weer zachte bubbeltjes zijn. Dat denk ik wel. Het ziet heel mysterieus uit. Ik moet zeggen dat ik het wel heel erg leuk vind dat je gewoon zo makkelijk zei... Oh, limoncello, doe maar die maar. Ja, en ik zag hem staan en ik dacht... Oeh, ik kan me voorstellen dat het heel lekker is om hier namelijk bubbels aan te hebben. Dus cheers. Niet drinken als je geen 18 bent, hè? Wat? Oeh. Ik proef geen prik. Nee, heel zachtjes maar. Ik krijg er heel erg kippenvel van. Ik zit echt onder de kippenvel ineens. Hoeveel alcohol zit erin? Ja, je zit inderdaad onder de kippenvel. Ja, nou ja. Niet zo spannend als dat ik had gehoopt of zo. Wil je het nog even proberen met 3? Ja. Laten we het gewoon even terug erin gooien. En dan doen we gewoon de 3 druppels. Poging 2. Nou, ik moet zeggen, het is niet slecht. Maar nu heeft hij waarschijnlijk weer veel te veel bubbels. Oh. Oeh. Wow. Dus hij. Ik keek eventjes hier langs. En ik zag gewoon zeg maar van dat wiebelende lucht. Weet je wel? Dat zag ik hier zo. Oh, wat je hebt met warmte? Ja, dat zag ik hier zo langs. Ik schrok er even van. Ik dacht, ja, wat is nou in één keer ontploft? Dan krijg ik echt gewoon... Yes. Plastic en metaal in mijn gezicht. Misschien zouden jullie nooit deze video dan gezien hebben. Yes. Dat is heel erg dramatisch. Vloggers, Larissa en Tara, omgekomen door exploderende SodaStream. Ik zit echt al voor me. Zijn we wel gelijk famous? Ja, op wat voor manier? Oh, hij schat het. Ah! Wat is er? Iets in je mond of? Eeuw, hè? Hij is echt fucking goor. Oh, het is net alsof er gewoon... Het doet me echt denken aan medicijn of zo. Of als in één keer de alcohol heel veel sterk is. Hij is heel sterk nu. Of tenminste, hij is niet heel sterk, maar de prik is hard. Ik voel het echt meteen aan mijn maag. Ik voel het meteen aan mijn maag. Het gaat niet goed vanavond. Ik ga niet nog een slok nemen. Ik ga er even eentje nog nemen. Ik wil eigenlijk ook heel... Oké. En het drinkt 20 keer zo moeilijk. Nee, dit moeten jullie echt niet doen. Dit is echt niet oké. Sorry. Oh, tranen staan in mijn ogen en ik heb nog steeds kippenvel. Jezus, die kokhals. Het is echt alsof we gewoon een nieuwe drank hebben gemaakt. Zeg maar... Desdoods.
Ja, maar het is niet per se sterker dan alcohol. Het is gewoon, het snijdt je tong ermee, omdat het prik ineens zo ziek sterk het is. Het is wel zo ook een hele heftige nasmaak. Dus maar ik drink en je denkt 1 seconde, oké, het is goed. En dan denk ik, nee. En ineens pakt hij aan. Ja, het is echt zo van... Nee, de kleur die is echt zo van... Uitnodigend, ja. Ja, en dit is echt een killer. Ja, dit is wel echt gif. Echt een killer. Als je een party animal bent, dan... This is for you. Nee. Oké, okay, toch niet. Zonder, prima. Met, niet doen. Gewoon never. Niet doen. Gewoon niet don't doen. Do it. Don't en al helemaal niet de 3 druppels, want het is echt... Nope. Ik heb er gewoon geen woorden meer voor. Nou, dat waren een aantal van jullie verzoekjes om te testen in deze SodaStream. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ik vond het weer heel erg leuk om te spelen met het apparaat. Ja, zeker. Ik bedoel, ik weet dat het niet nieuw is. En, We weten ook dat het echt alleen met water mag. Dus alsjeblieft, laat die comment niet achter in de comments. Het gaat toch wel komen, maar die hebben dan niet de video gekeken. Ja, ik vond het wel heel erg leuk om ermee te experimenteren. Ik vind dit soort apparaten gewoon heel erg leuk. Ik hoop dat SodaStream niet boos is, dat we allemaal gekke dingetjes erin hebben gedaan. Maar zoals jullie weten raden we het dan ook niet aan. Mm-hmm. Maar van alle 5 drankjes die we hebben gedronken, waren er denk ik 2. Waren het er 2? Ja. 2 die we echt lekker vonden. Want koffie was vies. Chocomel was vies. Yeah. Limoncello was echt niet te harde. Ik vond het allerlekkerste appelsap. Ja. En fris, die was ook gewoon al goed te drinken. Dat is prima. Ja. Over het algemeen is het dus wel duidelijk waarom er dus in die dranken normaal gesproken geen bubbels zitten. Dus heel erg bedankt voor al jullie reacties. Heel erg bedankt natuurlijk voor het kijken. Vergeet niet nog eventjes op die op die abonneerknop te drukken als je nog geen abonnee bent op ons YouTube kanaal. En geef hem ook een duimpje omhoog. Een duimpje omhoog natuurlijk. En ja, dan zien we jullie gewoon weer heel snel terug in de volgende video. Doei! Doei.